een minuut stilte voor Yuri Koolhof, die afgelopen week overleed. Yuri Koolhof, die 59 jaar geleden werd geboren in het Groningse Beerta, speelde één seizoen bij FC Groningen en was de laatste jaren scout. Geen buitenspel, Isaac, maar goed opgelet, Pat. En dan heel snel is Groningen aan de andere kant met Sierhuis. Draaien schieten, maar dat lukt niet vol. Er gebeurde aan beide kanten nogal wat dingen. Met Isaac en Sierhuis, de beide spitsen. Riskante bal, slechte bal zelfs, want op de voet van Isaac. Vier mannen om zich heen. Is dat een beletsel? Nee, niet op het schieten in ieder geval. Dat doet hij dan knap. Er waren er vier van FC Groningen direct omheen en toch kon hij schieten. Kon hij gevaar stichten richting het doel van Sergio Pat. Goed werk, Tapia. Crowley steken nu op Dankerlui. Geen buitenspel, dit moet hem zijn. Dit is de hoop van Vroezaai. Waarom doet hij zelf? Isaac. Haalt er een corner uit, maar nee, doeltrap, zegt Martens. Maar dit had toch een heel grote kans om te worden. Met name Crowley en Dankerlui met de meest moeilijke bal van Vroezaai. Vroezaai. Oh, dit is de eerste kaart van de wedstrijd. Die zat er al even aan te komen. Die gaat naar Samir Memisevic. Dat was een wilde trap. Vroezaai is daarvan het slachtoffer. En Zeefuik is een beetje aan het rommelen met de Griekse buitenspelers in directe tegenstander. We hebben nog wel even gekeken naar het opstootje van zojuist. Was er iets onoorbaars? Nee, dat viel wel mee. Er mag verder gespeeld worden. Zo komt het door voetballend bij Groningen nog niet echt bepaald uit. Nu dan wellicht wel. Het schot is daar in ieder geval een schitterende goal. Django Warmerdam. Daar waar je dat niet 1-2-3 verwacht. Dat het Groningen zal zijn die de score opent. Zeker ook omdat ze bij Willem II de nul nogal vakkundig weten te houden. Maar de goal van Django Warmerdam is een heel fraaie. Hierkens. Belassani. Zeefuik. Brunster achter is Sierhuis. Die kan er met de bal vandoor en maakt er 2-0 van. In no time. Twee treffers van Groningen. Warmerdam en Sierhuis. Na balverlies bij de zijkant van Hierkens loopt het totaal mis. Loopt het totaal in de soep. En binnen 2 minuten 2 goals. Warmerdam met rechts. En nu maakt Sierhuis met links. Bal voor. De kans voor Isaac. En die kopt hem net naast. Nee, het is Tapia trouwens. Die daar ineens voor Isaac kwam. En de kopkans had de mogelijkheid om er kort voor rust 1-2 van te maken. Ja, zo'n bal moet dan goed zijn in de loop van Isaac. Nu aan de andere kant is het Mahi. En dit zou heel zuur zijn als dit inderdaad de 0-3 zou zijn. De mogelijkheid was er toe. Op het moment dat Willem II natuurlijk risico gaat nemen. Tapia. Crowley.
Fouzay, dit is hem. Ja, dit is de 2-1. Het is de 10e minuut na rust. En veel tijd om te blijven juichen hebben ze bij Willem II eigenlijk niet. Marios Fouzay zorgt voor 1-2. Hier is deze corner die van pad moet zijn, maar hij zit wel mis. En dan wordt die bal van de lijn gekopt. Dat had Falikan verkeerd kunnen aflopen. Goed van de man gekomen, te Wierik. Prima opgelost. Fouzay. Pavlidis. Isaac mee. Wat kan hij vanuit die hoek? In ieder geval pad dwingen tot een redding. Die uiteindelijk uitmondt tot een corner voor Willem II. Dat is hard genoeg. Het schot van Isaac, want dat is wel duidelijk. Als hij schiet, doet hij dat niet half zacht. Fouzay. Achterin een aantal gretige koppers. Tapia zat daarbij. Nou, vlak achter Pavlidis. Dankerlui. Ruim achter Pavlidis, daar zit Reis tussen. Tapia. Isaac. Krijgt die bal niet mee. Crowley. Ze willen dat hij schiet. Soms moet je minder dingen willen. Sierhuis. Echt een duwtje van Peters die dan vervolgens de bal kan wegkoppen. Bruns. Achterin. In één keer. El Ankouri. Maar die raakt die bal niet. Wat levert zo'n hoekschop dan op? Nou, niet heel veel als hij zo wordt getrapt. Tenzij Dankerlui die bal nog in het doel krijgt. In plaats van er net naast. Crowley. Een tweetje. En dan eigenlijk het liefst in de loop van Crowley. Maar dat lukt dan niet. Dankerlui komt helpen. Want dit was niet in de loop. Nu wel, Crowley er bijna langs. Dankerlui, scherpe voorzet en niet ingekopt. Ja, toch weer Tapia die opduikt. Lewis, Tapia. Kruipen richting de laatste 10 minuten van dit duel. Nou ja, er zullen wel een minuut of 3-4 bij komen. Dat is een klein kwartiertje nog. Fouzay. Schot, goed schot. Oh, prima redding. Mooi naar binnen gekomen van Marios Fouzay, de maker van 1-2. Was heel dicht bij 2-2. Maar een prima redding ook van Sergio Pat. Fouzay met de corner. Weg komt de Zeefuik. Crowley terug, Fouzay. Terug Crowley. Nu scherp voorbrengen. Dat doet hij. Dat lukt hem. Maar dan krijgt Tapia de voet niet echt lekker achter die bal. Fouzay. Niet lekker geraakt. Wel lekker dur in ieder geval door Paul Jong. Een halve misbeheer van Thomas Bruns. Die daar die bal aardig mist. En Jong die hem overschiet. Lewis. Bal schiet daar voorbij en Jong. Dus is het warmer dan. Weer een schot met rechts. Kun je uitschelen. Mahi. De schaar. En de bal net voorlangs. Zat nog wel een tweeër als laatste aan. Heerkens als laatste. Er gaat een flinke bak extra tijd komen. 5 minuten. Zo dadelijk krijgt Willem II om alsnog
tot een late 2-2 te komen. Thomas! Blijf Thomas! Boksen, dat is toch voor Ezelman? Wat is het toch voor Ezelman? Bal ingepompt door Lewis. Dit is Tapia terugleggen. Pavlidis. En de bal niet in. Geschoten door Isaac. Dan Jonk. En Zeefuik zit er nog aan. Maar een rits aan kansen voor Willem II. Corner wordt genomen. Draait gevaarlijk in. De herkansing voor Crowley. En dit is gevaarlijk. Maar kan worden weggekopt door Zeefuik. Dan glijdt Lewis weg. En heeft Mahi het balbezit. Het is een lange weg, die hoeft hij niet per se... Ja, als dit een wordt, zegt nee, dat wordt hem niet. Want de bal gaat naast, wel goed gezien van Mahi. Nog 10 seconden ongeveer. Er zal wel misschien nog wel wat extra komen. Lewis nog een keer, bal ingepompt. Crowley. En Rijs. En de wedstrijd is voorbij. En zo wint FC Groningen deze uitwedstrijd bij Willem II. En of dat terecht is of niet, ach, het zal de Groningers totaal niet deren.